zaterdagmiddag. En ja, we hebben een slag mogen zien om Grollen. Achter ons bulderen de kanonnen nog. De laatste kanonnen worden dadelijk het zwijgen opgelegd. En dan is het even rust voor de troepen die hier aan het vechten zijn. De Spanjaarden en de Hollanders. Bij ons Nick Oosterdorp van de organisatie van de Slag om Grollen. En ja, volgens mij, ondanks de regen, is het een geslaagd gebeuren. Ja, dat is het zeker, inderdaad. En inderdaad, er is regen, maar ja, die viel er in 1627 ook. Dus ja, en dat kun je niet organiseren. Dat is, ja. Maar goed, desondanks weer een geslaagde editie. Ja. Ja. De derde editie, ik zie enorm veel mensen op het slagveld. Prachtig uitgedost, het is bijna echt. Ja, het is echt bijna echt, inderdaad. Je zag het, ze schieten ook echt. Het enige wat ze missen is natuurlijk de kogels, want het moet wel veilig blijven. Ja. En, maar het gaat er nog steeds hard op. Ze zijn allemaal geoefend en ze weten precies wat ze moeten doen. En ja, het lijkt het er inderdaad net echt. Ja. We hebben gisteren al even rondgekeken door de stad Groenlo en alle mensen gezien die daar druk bezig waren met de mars naar Grollen. Maar ook in de stad hun kampement opbouwen. En je ziet dat die mensen echt heel ver gaan in hun hobby, hè? Ja, dat klopt. Echt, ze dag en nacht zijn ze ermee bezig, zeg maar. Ze slapen in tenten, in een stro. Koken daar zelf op open vuur hun maaltijden. Dat doen de vrouwen dan meestal voor de mannen. Want ja, zo geëmancipeerd waren ze toen nog niet. Dus ja, dat spelen ze ook maar zo na. En ja, het is voor de meesten echt een weekendje weg uit het drukke bestaan van 2010. En dat is, ja, dat is hun hobby. Op jullie website lees ik veelvuldig dat jullie gaan de prat op dat het echt een beetje traditiegetrouw is, geschiedenisgetrouw is. Het moet kloppen. En heel veel facetten kloppen ook. Hè? Klederdracht, maar ook de locatie heeft veel met 1627 te maken. Klopt inderdaad. We zitten hier gewoon vlakbij de gracht van Groenlo, zeg maar. Echt tegen de vestingwal aan. En dit is al een van de plekken zijn geweest waar toen de tijd om Groenlo gevochten is. Ja, ja, ja. Gisteren was al de mars naar Grollen, was er al veel te beleven in de stad. Vandaag, morgen ook zondag, is er nog van alles te beleven. Jullie hebben behoorlijk wat er rondomheen georganiseerd, hè? Klopt inderdaad. In het centrum zijn er tal van activiteiten. Theatergezelschappen, muziek, kinderactiviteiten niet te vergeten. De Scouting Groenlo heeft daar weer een fantastisch programma voor georganiseerd. En ja, we gaan ervan uit dat er morgen ook gewoon droge periodes zijn. Alle reden toe om nog even naar Groenlo te komen. Nou, ik was aan het kijken op de parkeerplaats. Ik zag veel auto's staan. Volgens mij publiek belangstelling is goed. Ik heb de cijfers nog niet gehoord. Dat zullen we inderdaad nog horen. Maar voor mijn gevoel, en zeker gisteren en vandaag, is er duidelijk weer een groei merkbaar na de laatste editie van 2008. Zeker. Tevreden dus? Ik ben zeer tevreden, ja. Dankjewel. Oké, geen dank. Yeah! Yeah! The Lions! Yeah!